Hi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we ook een heel mooi stuk maken. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan mis je natuurlijk niks, dus dat is heel erg leuk. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Dus een heel mooi voorjaarsstuk maken. Denk je nou, ik wil het ook graag maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. We verzenden door Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont. Het komt gewoon naar je toe. En anders ga dan www.uwonlinebloemist.nl. Je kan nog steeds meedoen met de vorige winactie. Wil je dat niet missen? Ik zal eventjes een i'tje hierboven neerzetten. Of ga even naar de vorige video. Maar goed, vandaag gaan we dus een mooi voorjaarsstuk maken. Ik heb mooie piepschuimbollen. Ik heb een oase blok en straks nog heel veel meer materialen, maar hier gaan we even mee beginnen. Wat we gaan doen is alvast even de oase op maat maken. Normaal gesproken maken we hem altijd gelijk nat, maar voor nu is het even makkelijker om dat nog niet te doen. Omdat we gaan de buitenkant straks beplakken. Ik ga jullie even iets dichterbij halen, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. We gaan even de oase pas maken in het stuk. En dan snijden we even een stuk ertussenuit. Zodat er net een stukje erbovenop blijft. En straks komt hier de oase in. En aan de andere kant doe ik eigenlijk hetzelfde. Alleen hoef deze niet zo ver uit te steken. Snijden we hier ook eventjes mee met het ei. Zo, deze komen straks tegen elkaar. En mag dus wel oase tussen zitten, want daar komen straks de bloemetjes tussen. Dan kan je de oase er eventjes weer uithalen en mag je die vol laten zuigen in water. Druk ze niet onder, maar laat ze gewoon rustig vol zuigen. Dan gaan we nu verder met het beplakken van de piepschuimbol. En hiervoor gebruik ik eucalyptusblaadjes. Je kan hiervoor koud lijm gebruiken of warme lijm. Maar let op als je warm lijm gebruikt dat je lijmpistool niet te warm is. Want dan brandt dat in de piepschuim en je krijgt lelijke vlekken op het blad. De voorkeur gaat naar koud lijm, maar je kan dus ook warm lijm gebruiken. Omdat ik weet dat de meeste mensen een lijmpistool in huis hebben, ga ik deze nu gebruiken. Zodat jullie goed kunnen zien hoe ik dat doe. Ik heb allemaal eucalyptusblaadjes, daar doe je een beetje lijm op en je gaat hem trapsgewijs toepassen. En ik vind het ook mooi om even die rand mee te nemen. En dit doe je bij het hele ei. Zoals je ziet is het ei helemaal mooi bedekt. Ik heb de randje even meegenomen, want het is straks gewoon net wat mooier. Zorg dat alle sliertjes van het lijm eraf is.
En dat je zo min mogelijk lijmresten ziet. Dus werk daarbij zo netjes mogelijk. Nu gaan we hetzelfde doen met de andere bol. En dat komt straks tegen elkaar aan. En daar komen bloemetjes tussen. Dus daardoor krijg je een heel apart effect. Een heel apart ei. Zo, dan hebben we beide eieren gedaan. En dan zie je al dat het echt een heel mooi effect geeft als je het trapgewijs toepast. Dan gaan we nu het nestje maken waar het eitje op komt. Daarvoor gebruik ik katjes en ik vlecht ze eigenlijk in elkaar als een rondje. Soms kan het zijn dat hij weer losgaat. Dat is eventjes, je moet er even handigheid in krijgen. En je kan het dan eventjes vastzetten met een ijzerdraadje, zodat je eventjes een goede basis krijgt en iets meer stevigheid. Kijk, zo hebben we al een basis en daar ga ik meer takken aan toevoegen. Die vlecht ik er ook gewoon tussen. Zorg je dat hij een beetje rond valt. En waar nodig zet je even een draadje. Die werken we straks wel weg. Dus daar zie je straks niks meer van. Kijk eens, dan is hij alweer wat dikker. Dan heb ik mooie granen. Ik haal hem nu natuurlijk. Maar zeg je, ik wil wat meer geel voor de paarsen. Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je hem ook in het geel bestellen. Geef dat dan even aan. En deze vlecht je er ook gewoon weer bij tussen. Die vlecht ik hem gewoon op dezelfde manier bij tussen. En dan begin je al echt een nestje te krijgen. Dus je schuift ze onder het ijzerdraad en laat het meelopen met het kransje. Dan heb ik een heel mooi dienblad. En hier komt het straks op. Daar leg je het nestje in. En dan heb ik een beetje Tillandsia en daarmee versterk je nog eens een keer het nestje. Kijk, een mooie basis. En hier komt straks het eitje op. Nou, de eitjes zijn klaar. Dan heb ik even het oase er weer bij gepakt. Het voordeel van dit piepschuim is dat het waterdicht is. En we gaan eventjes de oase erin leggen. En dat doen we ook aan de andere kant. Dan heb ik een satéprikker. En die prik ik op twee plekken erin. En daarbovenop zetten we de oase. En zoals je ziet heb je dan de oase ertussen. Dan pakken we mooi jute touw.
En deze wikkelen we eromheen. Je kan er een mooie strik in maken. Ik doe dat nu niet. Ik maak er gewoon een knoopje in. Ik snij dan het zo af. Dan leg ik eventjes ertussen een waterschaaltje, omdat de oase nog wel iets kan lekken. En daar doe ik dus de Tillandsia omheen. En daarin leg ik het ei. Zoals je ziet. En dan hebben we net een randje wat we mooi kunnen steken. En die ga ik opvullen met mooie fijne bloemetjes. Ik begin eerst fijntjes met gipskruid. Mooie disteltjes. Mooie roosjes. Craspedia bolletjes. Dan voegen we nog even wat extra gipskruid erbij toe. En om het nog helemaal voorjaar af te maken, voegen we eventjes wat blauwe druifjes toe. Je kan ervoor kiezen om deze mee te laten lopen met je stukje op een stokje te zetten. Is heel erg leuk. Je kan ze ook onderop toevoegen. Is ook leuk. Dus je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Je kan het ook combineren. Ik heb de potgrond eventjes afgehaald. En je steekt gewoon een stokje onderin. Ik heb de blauwe druifjes nu bovenop toegevoegd, maar ik wil ze ook even laten zien hoe het eruit ziet als je onderop toevoegt. Je kan dus op beide manieren doen. Beide is heel erg leuk. Als je onderop doet, hoef je ze niet per se op een stokje te zetten, maar het kan wel. En dan krijg je meer dit effect. Dus dan heb je onderop de blauwe druifjes. Je kan ze ook mee laten lopen met de krant, dat is ook nog heel erg leuk. En zo kan je er helemaal je eigen draai aan geven. Ook heel erg gaaf. Dus ja, een apart stukje vandaag. Al een beetje richting Pasen. Heel erg leuk. Je kan ervoor op nog een grote strik doen als je het leuk vindt. Dus je kan er alle kanten mee op. Dus dan hoop ik dat jullie het weer een leuke les vonden. Wil je dit nou bestellen? Dat kan. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. We verzenden dus door België, Nederland en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het is geen probleem. En je kan nog meedoen met de winactie, dus ga daarvoor eventjes naar de vorige video en dan kan je daar kans op maken, is ook heel erg leuk. En vond je het leuk, doe een duimpje omhoog, abonneer gratis en blijf op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!